je weet, als je een maatschappelijke positie bekleedt, dan komen allerlei personen naar je toe met allerlei informatie. En dan moet je dit niet zien als een klokkenluider, maar deze informatie moet wel gedeeld worden door de bevolking, omdat het een ernstige zaak is wanneer ik, behalve hoor, ook wat documenten en foto's onder ogen heb gehad, dat 2 megawatt elektriciteit, stroom van ons, en nu moet onderzocht worden vanuit EBS of staatsolie via de Afubakadam, is verdwenen. Verdwenen in de zin dat autoriteiten die het zouden moeten weten, die ik heb geraadpleegd, niet op de hoogte zijn. Asan Gwesomar, terwijl wij hunkeren naar elektriciteit, uithoeken van het land hier en daar en overal. Mensen wachten op stroom en dan horen we stroom nog dit, stroom die, stroom dat. Dan verdwijnt 2 megawatt stroom en dan ga je maar zeggen, ja maar oh, stroom kan je niet opslaan in een plastic zak of in een schuur toch? Nee, het is verdwenen ergens. En na sumier onderzoek van mij ben ik tot de constatering gekomen dat onlangs een tiental 40 voet containers naar alle waarschijnlijkheid illegaal in het land zijn gebracht. Waarom ik dat zeg? Douane is niet op de hoogte. De containers zijn geplaatst op het terrein van Suralco, ergens op Paranam, daar in de buurt van het zwembad. Wordt zwaar bewaakt door mannen met wapens die zelf het Nationaal Leger niet heeft. Ik heb begrepen dat er wat activiteiten daar plaatsvinden. Welke activiteiten weet ik niet. Anderen praten over bitcoinboerderij en noem maar op, et cetera, et cetera. Dat zou ergens misschien een goede ontwikkeling zijn als het op richtige wijze gebeurt. Maar als we naar surfing terugdenken, nieuw surfing, HPSG-deal, Italiaans deal en allerlei frommel, en bij deze er geen bekendheid aan is gegeven, geen transparantie. Trouwens, de autoriteiten met wie ik voeling heb gehouden, vanaf douane tot EBS, staatsolie, de mensen die het zouden moeten weten, die weten er niet van. Via uw medium vraag ik u wel aan land en volk, wie weet wel wat over dit ding? Wie kan mij komen vertellen, Raoul, wat men met 2 megawatt stroom van dit arm volk doet, plotseling weggegeven of weggestolen of anyhow, er is iets gebeurd wat niet richtig is. Dus ik vraag, ja, ook als gewezen parlementariër, wat is gebeurd? Wat is er aan de hand en hoe kan het zo makkelijk gaan waarbij niemand weet, 10 containers het land binnen? Wat erin zat en zit, weet ik niet. Douane Nosabi, grote operatie daar. Niemand mag in de buurt. De justitie moet nu opheldering brengen. De mensen die daar zijn, ja, ophalen, interviewen en laat het volk weten. President, ik hoop dat u luistert. Minister Financiën, minister Jespol. Oulukou saip sana kondre. Oukou lega volk uit. Pe astrongo. Ta container kong, de container rokong. Ja? Dat moet ook uitgelegd worden, ja. Hoe weet de douane niet? Buitenlanders daar met zoveel van varen. En stroom ik weer. Het is absurd. Asan negok bana kondre. En dan hebben we nu dit. Dus om even samen te vatten, wanneer u zegt er is 2 megawatt verdwenen, bedoelt u dat is buiten de boeken omgebeurd van EBS, ja, en staatsolie? Ja. Is er stroom ergens naartoe gegaan? En in dit geval, volgens de informatie die u hebt gekregen, is dat gegaan naar Paranam, waar er containers zijn en er activiteit daar gebeurt. Maar u weet nog niet wat er precies daar gebeurt. Maar ja, dat is correct. U hebt het begrepen. Maar nu komt het. Wat is het voordeel van het land? Voor land en volk. Wie zijn de mensen? We hebben zo geschreeuwd over Mennonieten die ook ontwikkeling wilden brengen. Die maar bijna kiezen Mennoniet voor ze kon. Dit is weer een geval.
waarbij ook dingen gebeuren die niet kunnen. Hoe wil het dan? Mensen weten, ik denk, oké, 2 megawatt voor mij, eind van het jaar, hoeveel verdient mijn land? Laat hoor die dingen weten, wie zijn de mensen, waarmee zijn ze bezig, wat zijn de voor- en nadelen, hoe kan het dat zo makkelijk 2 centimeter en millimeter stroom, 2 megawatt, weet u wat dat betekent? Weet u wat dat betekent? Terwijl mensen in het land hunkeren, wachten jaren op stroom. Dan want de buitenlanders zich confirm. Dan zijn er krachten achter dit gebeuren in dit land. Zeker top van de regering. Ik hoop niet dat we straks gaan horen meneer Ramadien weer. Of hoe heet hij? Ramdien. Ja, en allemaal. Ik weet niet wie erachter zit. Ik hoor First Lady. Ik heb niet geverifieerd. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het de taak is ook van jou, Raoul, als journalist en andere journalisten, andere componenten, actoren binnen de regering en zeker de DNA-leden, ja, oppositie, coalitie, beide moeten op de eerstvolgende DNA-vergadering wel duidelijke vragen hierom te gaan stellen, want ik ben ook benieuwd als dat is nog gaan zo door. U zegt u heeft documenten in handen gehad, wat voor documenten? Nou, documenten dat dingen binnen zijn gekomen en daar staan, maar de douane weet er niet van. Er zijn geen gelden betaald, geen invoerrechten betaald, niets. Mensen bewaken daar, wie zijn de mensen, waar komen die wapens vandaan, et cetera, et cetera. Foto's daarvan heb ik ook, maar ik stel vragen om te weten wie erachter zit. Eigenlijk mag ik het modern zeggen, ik gooi de knuppel in het politiek-bestuurlijk hoenderhok en onderzoekshok om te zien wat in ons land gebeurt. Maar mocht het zijn dat het blijkt dat de vermoedens van een bitcoinvorm correct zijn, zou dat goed zijn, zou dat nadelig zijn voor Suriname? Wat denkt u zelf daarover? Alles kan goed of slecht zijn. Ik ben de eerste persoon in het land die geen enkele positieve ontwikkeling schuwt. Integendeel. Maar wanneer het op donkere wijze gebeurt, je bedoelt wat ik bedoel, dan komen er vraagtekens. Zo'n groot ding. Dan weten wij niets. Niets van gelezen. Staringnotering, EBC-notering, geen enkele krant, dagblad, niets nergens. Zo'n grote operatie, zoveel grote wapens. 2 megawatt stroom weg, container binnengekomen, de autoriteiten die het zouden moeten weten, weten van niets, iedereen zwijgt. Dan kan ik niet zeggen of het goed of kwaad is. En als dit land kan verdienen, en het is een goed ding, belasting wordt betaald, royalty wordt betaald, we voordelen kunnen hebben, dan zal ik de eerste zijn die het gaat ondersteunen. Maar er gebeuren zoveel dingen in het land, dingen verdwijnen links en rechts, en het volk blijft verpauperen. Dat is mijn probleem. Laten wij weten wat het is. Kan er nou aan Busan, maar kan er nou aan Valk, vers aan toe. Maar waarom zo ver tot daar bij Paranam? Overal. Bitcoin-situatie moet je toch een beetje meer in, hoe zal ik zeggen, dichter bij de kustvlakte brengen, waar de bevolking is. Centrum, Paramaribo. Dan wil ik ook look hoe de bevolking wil weten. Laat de regering, laat de president, laat de VP. Laten we de DNA horen wat er gebeurt. Want dit kan niet. Dit kan niet op zo'n manier. Het is onmogelijk. Wat er dan ook gebeurt daar op het terrein, het is in handen van de staat. Dus theoretisch zouden ze wel moeten weten wat er zich daar afspeelt. Ja, dat zeg ik ook. Want de staat is nog bezig met de Alcoa om die rotzooi die achtergebleven is, daar nog op te ruimen. Dat is er nog niet gebeurd. Maar dan breng je nog mensen daar. Je zet dingen op daar. Gezondheidsproblemen straks met mensen, hun leven in gevaar. En een terechte opmerking vind ik het wel, dat had ik niet over gedacht. Nou, een langtipressie. Dat va smak aan kom uit het buitenland zonder enisang. Want zulke grote operaties, jongen, worden al weken van tevoren in de pers gegooid. Lolo Chisan, wanneer een piloot aan de minister van Volksgezondheid een doosje met 12 tabletten komt overhandigen. FIG News, yellow. Wanneer meneer Santoki in China naar een circus opvoering gaat of naar een park, staan de kranten bol. Zoiets wordt niet gebracht, is niet bekend.
hey, laten we goed gaan kijken wat er gebeurt in dit land. Eerlijk waar, Raoul. We gaan het volgen, meneer Doekie. We gaan de mensen die dat moeten kunnen weten vragen. En laten we kijken wat er vanuit de bus komt. Nee, graag. Ik zie het als mijn plicht. Vandaar dat ik je te woord heb gestaan. Ook van jouw kant bedankt.